Wie van u heeft wel eens een MOOC gevolgd? Ah, dat zijn er heel veel. Wie van u heeft het ook afgemaakt en heeft dus uiteindelijk het certificaat gehaald? Dat zijn er meteen een stuk minder. Goed, dan weet ik ook in ieder geval voldoende. Mijn blik werd 2 weken geleden getrokken naar dit bericht. Een bericht van Tony Bates, die aankondigde dat Noord-Korea 2 MOOCs gelanceerd had. Ik denk, ja, het moet niet gekker worden. Zouden die nog eerder zijn dan Nederland? Nou, de lezing van het bericht leerde me al snel dat het in de categorie vrijdagmiddag humor viel. Een van de MOOCs ging over hoe maak je een atoombom. Maar goed, het feit dat het, wie weet, komt het ooit nog eens zover dat zelfs Noord-Korea, een van de meest gesloten landen in de wereld, toch ook open gaat op dit terrein. Mijn doel van deze presentatie is een introductie te geven en ook een kapstok te bieden voor de andere presentaties die deze middag gaan gegeven worden. Nou, allereerst, wat zijn MOOCs? Nou, MOOCs, massive, en dat betekent grote aantallen. En wat is dan groot? Nou, in feite, een paar weken geleden heeft Stephen Downes in zijn blog het getal van Dunbar daarin genoemd. Het getal van Dunbar geeft aan het maximum aantal mensen waarmee je nog redelijkerwijs kunt communiceren, dus dat het ook zin heeft. En hij gaf voor zichzelf daaraan een getal 150. Nou, en dan, als je dat dan aanhoudt, zou je zeggen, alles wat meer is dan 150, zou je dan misschien massive kunnen noemen. Open betekent in dit geval vrije toegang, dus het is vrij beschikbaar voor iedereen, zonder enige financiële investering, online via internet, en de eenheid waarin het aangeboden wordt, is een cursus. Er zijn verschillende typen MOOCs. Er worden grofweg de bovenste 2 de C-MOOCs genoemd, de lerende staat daar centraal. Dat zijn eigenlijk de originele MOOCs. In 2007 is daarvan de eerste gegeven. Gaat uit van een didactisch principe wat ze connectivistisch leren noemen. Waarbij studenten eigenlijk met elkaar leren en daar ook de kennis, het leren ontstaat. In tegenstelling tot de X-MOOCs, en dat is eigenlijk wat afgelopen jaren de belangstelling zo heeft aangewakkerd. Dat zijn eigenlijk meer de docent centraal, het hoorcollege model wat daar in feite via internet ter beschikking wordt gesteld. Maar er zijn er meer. Er is ook een task-based MOOC. Een voorbeeld daarvan zou je eens kunnen kijken bij ds106.us. Dat gaat over digital storytelling, waar je in feite een taak krijgt en daar in feite dan een verhaal van moet maken. Heel leuk om dat eens te bekijken, maar er zijn meer typen die zich daarin ontwikkelen. En Fred Mulder zal over een van die types, maar ook over veel meer die daaromheen hangen, zal in zijn presentatie daar ook op ingaan. Nou, wat zijn dan aanbieders? In feite, de grote 3 zijn wel bekend, zijn ook al genoemd in de inleiding. Je hebt Coursera, wat een commercieel platform is, waar universiteiten partners zijn. Leiden is een van de partners van Coursera en ook de enige vanuit Nederland. Udacity, ook commercieel, ook een platform, maar daar worden de cursussen zelf gemaakt door het bedrijf Udacity. Het is begonnen door Sebastian Thrun, die een van de mensen was die de AI-MOOC in 2011 heeft gegeven. Dat was die beroemde MOOC waar 160.000 deelnemers vanuit over de hele wereld begon en 23.000 uiteindelijk ook het einde heeft gehaald. En de laatste, edX, een not-for-profit samenwerking, samenwerkende universiteiten. Delft is ook al genoemd, is daar een van de universiteiten die zich daarbij heeft aangesloten. Het is in de tijd begonnen door een samenwerking van MIT en Harvard, en Berkeley had zich daar al snel bij aangesloten. Nou, Gideon Simpson en Marja Verstellen, ik heb begrepen, Marja in de eentje, die gaat hier straks meer over vertellen over het Leidse initiatief. Gideon sluit later wel aan. Dus dat. Maar er zijn meer aanbieders. Canvas.net, dat biedt in feite een open platform. Daar kan iedereen die een MOOC wil beginnen, kan daar zijn content op kijken. Kan vanuit daar ook MOOCs organiseren. FutureLearn is een initiatief wat eind vorig jaar is aangekondigd. Het zijn samenwerkende Britse universiteiten. Het is geïnitieerd vanuit de Britse Open Universiteit. Er is nog erg weinig over bekend. Ik heb ook staan, is het nou profit of is het not for profit? Ik weet het niet. Er is ook vrij weinig informatie over te vinden. Ze verwachten ergens in de tweede helft van dit jaar hun eerste cursussen daarop te organiseren. Nou, Universiteit van Amsterdam is gekozen voor het eigen platform, het Sakai-platform. Frank Benneker gaat daar in zijn presentatie wat meer over vertellen. En ik wilde eigenlijk als een voorbeeld, en misschien wat onbekende voorbeeld, ook ingaan op een MOOC die daar links beneden genoemd zat. Die doet het niet. En dat is Oldsmook. Oldsmook is in feite een MOOC die aangeboden wordt door de Britse Open Universiteit.
Het heeft een programma. Het gaat over Learning Design for 21st Century Curriculum. Dat is het onderwerp van de MOOC. Het heeft een programma die per week gewoon een aantal onderwerpen heeft. Het is niet zo goed te lezen van, denk ik, vanuit de zaal. De aanpak is, het lijkt een beetje op een C-MOOC. Maar dus het connectivistisch leren. Maar je mag ook zeker dat individueel. Je kunt zelf voor kiezen als deelnemer om het in een groep te doen. Of dat je individueel door de stof gaat. De certificering gebruiken ze badges voor. Ze gebruiken daar het Mozilla Open Badge platform als drager daarvoor. En ze hebben een aantal badges gedefinieerd, variërend van als je 1 week succesvol hebt afgerond, heb je al een badge verdiend, tot helemaal rechts beneden, de hotshot badge. Dan moet je alle weken goede resultaten hebben behaald en eigenlijk meer dan goede resultaten. Je zou dat de digitale cum laude kunnen noemen voor deze cursus. Maar wat deze cursus, naar mijn idee, het meest interessant maakt, is de tooling die ze ervoor gebruiken. Ze hebben geen groot platform, maar ze hebben in feite een samenstel gemaakt van allerlei vrij beschikbare platformen. YouTube, Facebook, LinkedIn, Google Hangout, Twitter. Ze hebben een eigen Cloudwork platform, maakt ook onderdeel van uit. Maar je kunt ook als deelnemer zelf ervoor kiezen. Je hoeft hier geen gebruik van te maken, je kunt ook je eigen tools daarin meenemen. Ze starten iedere keer vanuit de centrale website waar dan de opdrachten zitten, waar alle discussies verzameld worden. En dat is dus ook een manier om het te doen. Je hoeft dus niet daarin zwaar te investeren in een geavanceerd platform als je het op deze manier aanpakt. Nou, ik heb ze gevraagd van hoeveel deelnemers hebben jullie nu? Want het loopt nog, ze zitten nu in week 6. Of inmiddels al week 7 dan, want dit was vorige week. Nou, ze zijn begonnen dag 1 met 862 unieke bezoekers. En al vrij snel stabiliseerde zich dat naar 200 tot 300 unieke bezoekers per dag. Maar ze zeiden ook van, uiteindelijk zal pas op het eind blijken, als we bij de Reflect en Plenary zijn, hoeveel dan het einde hebben gehaald. Maar goed, dat weten ze ook nog niet. Goed, laten we ze vergelijken op een aantal onderdelen. Dus ik heb daar een aantal van die MOOCs die ik eerder heb genoemd, of platform die ik eerder heb genoemd, op een aantal aspecten naast elkaar gezet. Wat is nou eigenlijk het aanbod? Wat is de feedback, de vorm van feedback die je krijgt bij ieder van die cursussen? Wat kun je er verdienen aan certificaat? Hoe is het tempo? En wat is de didactiek? Nou, dan zie je dat de eerste 5, dat is de cursus, want daar gaat het ook over MOOC. De C-MOOC, Old MOOC is ook een cursus, maar zoiets als de Khan Academy praat je meer over lessen en over fragmenten. En als je dan kijkt naar certificering, soms moet je een prestatie leveren, dus dat betekent je moet een bepaald minimum hebben gehaald, anders krijg je geen deelname of geen certificaat. Soms is deelnemen voldoende en krijg je een certificaat van deelname. Tempo is soms pace, dat wil zeggen, je begint als cohort en het is binnen een bepaalde periode en dan moet je het afgerond hebben. En soms kun je het ook zelf bepalen. Bij canvas.net is het natuurlijk degene die de cursus erop zet, die bepaalt wat dan de vorm is waarin hij het aanbiedt. Diverse didactieken, dat kan instructeur gedreven zijn, lerende kan centraal zijn. Bij canvas.net, idem dito, dat bepaal je het zelf. Future Learn zie je ook, heb ik wat vraagtekens, want daar is gewoon nog weinig over bekend. En ik heb ook onderaan 2 initiatieven genoemd die ik nog niet genoemd heb, Celen.org. Dat is in feite een platform waar complete open cursussen aangeboden worden, cursusmateriaal. Dat zijn dus hele curricula die daar in open vorm beschikbaar zijn. En daar kun je het onderwijs dan nog omheen organiseren. En de OER University, die in feite ook een curriculum aanbiedt. Dat is een samenwerkingsverband van verschillende universiteiten wereldwijd. Die in feite een heel curriculum aanbieden. Dat is 2 jaar geleden gestart. Dit weekend vierden ze hun 2e verjaardag. En de bedoeling is dat daar ook daadwerkelijk formele certificaten en uiteindelijk ook bachelor- en masterdiploma's worden uitgereikt. Overigens, ik zie bij Celen.org dat ik daar instructeur gedreven heb staan. Dat had moeten zijn, bepaalt natuurlijk uiteindelijk degene die de cursussen gaat gebruiken. Welke didactiek je daarvoor gaat inzetten. Nou, ik zei zo even al, Massive Open Online Course, open, vrij beschikbaar. Maar het vrij beschikbaar zijn maar is maar 1 vorm van open. Hier zijn verschillende verschijningsvormen die open kan hebben. En de bovenste 5 zijn in feite wat we zou kunnen noemen klassieke openheid. Openheid van toegankelijkheid, open in tempo, plaats, in tijd en in programma. Dat is in feite wat open universiteiten al langer aanbieden, deze vormen van openheid. En daar is in feite met de digitale open beweging zijn daar 2 vormen bijgekomen. Het open voor bewerkingen, OER. Je hebt de vrijheid om het te hergebruiken, te mixen, te herdistribueren en ook om het te bewerken. En dat onder bepaalde voorwaarden die veelal worden aangegeven door een Creative Commons licentie.
En het open beschikbaar zijn, dus het gratis beschikbaar zijn van cursussen zoals een MOOC. Dat is de openheid die een MOOC dan heeft. Maar als je dus praat over open, realiseer je, er zijn heel veel verschillende vormen van open. En als je dan de MOOCs die er dan zo zijn, de X-MOOCs, de C-MOOCs, Canvas.net en Open Universiteit dan eens naast elkaar zet op die verschillende vormen van openheid, dan zie je daar dus wel degelijk verschillen in. Je ziet dus bij de Open Universiteit duidelijk de bovenste 5 wel aanwezig, maar de onderste 2 niet. Het open beschikbaar zijn, dus vrij beschikbaar zijn, en het open voor bewerking is op een klein deel na, die wel onder zo'n open licentie wordt aangeboden, is er wel. Terwijl dat bijvoorbeeld bij de C-MOOCs juist wel een heel belangrijk aspect is. En bij de X-MOOCs juist weer niet, hoewel edX heeft uitgesproken wel de intentie te hebben, het materiaal onder een open licentie beschikbaar te hebben. En ik heb begrepen dat dat nou ook bij de eerste cursus gebeurt. Of in ieder geval gaat gebeuren. Dat als je ze verschillende MOOCs naast elkaar zet. Als je dan gaat kijken over inzetbaarheid en MOOCs gaat vergelijken met Open Education Resources, dan zie je deze. Je ziet een MOOC, dat is kant en klaar. Je kunt het zo inzetten. Het is bruikbaar as is. Je kunt het. Het is dus ook direct inzetbaar, maar het is wel toepasbaar in hele specifieke situaties. Terwijl OER een veel grotere verscheidenheid heeft aan vormen waarin je kunt gebruiken. Je hebt kleine bouwstenen, je hebt ook hele open courseware, die dus ook als geheel beschikbaar zijn. En in feite is dat een soort paradox. Hoe meer context je vastlegt, en een MOOC legt heel veel context vast, hoe lager de mogelijkheid tot hergebruik, want het moet wel precies passen in jouw situatie waarin je het wil hergebruiken. Heel simpel, als je het nu wil gebruiken, maar de MOOC draait pas in september, heb je een probleem. En dat geeft bij OER een veel grotere wijdheid van problemen. Het bekijken, het beschouwen van MOOCs kan in mijn ogen dan ook niet losstaan van het beschouwen van de hele open de bewegingen of de mogelijkheden die de hele open beweging in zich hield. Je zou die MOOCs niet in isolatie moeten bekijken. Er zijn kritiek op MOOC. Veel gehoorde kritiek is, wat is dat nou, dat X-MOOC? Het is didactisch en het is helemaal niet vernieuwend. Hè? Het is gewoon het hoorcollege wat daar gaat gebruikt worden. En het zou eigenlijk moeten gaan over het verbinden van lerenden. Het is niet open in de betekenis van de 4 rechten die je hebt, hè, van de open beweging. Een hoog uitvalpercentage, wat mijns inziens een onterechte vergelijking is. Je kunt een uitvalpercentage, vind ik, iets wat bij een formeel systeem hoort. Waar je inschrijft en waar je ook voor taalt en waar je dus ook een prestatie verwacht. Een MOOC is veel vrijblijvender, daar begin je aan. Ik zag het net al, ik geloof dat er maar 2 of 3 vingers waren die het ook tot het einde hebben volgehouden. Betekent dat de rest dan niks geleerd heeft? Dat wil ik helemaal niet zeggen. Sommigen zullen begonnen zijn omdat ze het eens wilden ervaren. Anderen wilden misschien iets leren, maar hadden niet de behoefte om dat certificaat te halen. Dus er zijn veel diverser ingang of redenen waarom mensen daarmee beginnen. Cheating wordt als een probleem gezien. Commercialisering van het hoger onderwijs. De angst dat doordat dit soort cursussen dan aangeboden worden, het onderwijs veel commerciëler wordt. En ook kwaliteitsissues. Nou, 3 kun je daar noemen. Vorig jaar augustus, dat is misschien heeft wat weinig aandacht gekregen, misschien kwam het door de vakantie, heeft Udacity besloten een wiskundecursus op het laatste moment terug te trekken, omdat ze de kwaliteit onvoldoende vonden. Wat recenter is de cursus die via Coursera werd aangeboden. Volgens mij is er ook een aantal mensen hier in de zaal die eraan begonnen was. En die na een week gesloten was, omdat het was 1 grote chaos. Pikant detail, het ging over Fundamentals of Online Education, Planning and Application. Dat maakt het des te grappiger misschien. Onlangs, we hebben het net gehad over grote uitval onder studenten, maar onlangs heeft een docent de bruid aangegeven na 4 weken. Want die die kon eigenlijk niet omgaan met de grote verscheidenheid in niveau onder zijn onder de studenten, daar iets van 40.000. De cursus gaat door, maar zonder de docent. Nou, waarom zijn MOOCs dan potentieel disruptive? Dus waarom zouden ze zo'n grote werking hebben op het hoger onderwijs? Wordt gezegd, het bedient een ruimere markt dan die van het huidige hoger onderwijs. Het maakt het unbundling van hoger onderwijs mogelijk. Je bedient een ruimere markt dan die van hoger onderwijs. Instructie en cursus zijn gescheiden. Certificering en cursus zijn gescheiden. Dat is die unbundling. Ik zie dat deze sheet een beetje niet goed weergegeven wordt op deze sheet. Dus ik ga even door. En als je praat over businessmodellen. EdX heeft dat vorige week bekendgemaakt. In feite, ze bieden 2 vormen aan de deelnemende universiteiten. De deelnemende universiteiten betalen gewoon een bedrag. En afhankelijk van de vorm die ze kiezen, is het bedrag hoger of lager. Contracten met Coursera geeft inzicht in verdienmodellen. Studentgegevens die ze voor derde partijen beschikbaar stellen. Een screening of verzoek en een hergebruik van de MOOC in je eigen curriculum kun je ook voor betalen.
en gezamenlijk ontwikkelen met de MOOC-partner. Dat eerste, dat hergebruik van MOOC in eigen curriculum, is vorig jaar oktober, heeft een universiteit dat aangekondigd. Die heeft in feite afgesproken met Coursera dat bepaalde MOOCs op hun universiteit voor credits zorgden. En onlangs heeft de San Jose State University aangekondigd een drietal MOOCs samen met Udacity te ontwikkelen en te geven. Timo gaat in zijn presentatie dieper in op mogelijkheden businessmodellen. Wat zijn nou kansen voor Nederland? Zullen we actief zijn aan de bal? Of gaan we meedoen met anderen? Of moeten we er nog even over denken? Of houden we ons gewoon afzijdig? Vorig jaar is er een onderzoek plaatsgevonden in opdracht van Wikiwijs en Surf. En dat heeft in feite gemeten wat is dan de stand van OER op beleidsniveau bij Nederlandse hoger onderwijsinstellingen. Daar heeft de helft van Nederlandse hoger onderwijsinstellingen meegedaan. Mensen die niet meedeed, zeiden ja, we hebben wel. Het heeft nu even geen prioriteit. We hebben prestatieafspraken die we met het ministerie moeten maken. Maar misschien dat die agenda van het ministerie wel aanknopingspunten kan bieden. Zoals u weet, er zijn twee zaken waar het ministerie in feite een agenda voor gemaakt heeft. Hoge kwaliteit, en dat kan op allerlei mogelijke manieren gebruikt worden. Het kan zijn dat MOOCs of OER daar een middel kan zijn om zo'n doel te bereiken. Ja, ik ga niet op alles precies in. Op eentje na, de gebruikersdaad van MOOCs als bron voor learning analytics, dat is waar Willem het straks in zijn presentatie over gaat hebben. Grotere efficiëntie was ook een belangrijk aspect. En ook daar zouden MOOCs en ook OER in het algemeen, zouden daar wel degelijk invloed kunnen hebben. Het zou een middel kunnen zijn om dergelijke doelen te kunnen gaan bereiken. Sommige van die, deze presentatie komt overigens beschikbaar online, dus dan kun je nog eens rustig bekijken. En dan zul je zien dat sommige van die bolletjes op beide sheets, dus zowel bij kan dragen aan de kwaliteit als bij kan dragen aan een grotere efficiëntie. Nou, een hele hoop MOOC-vragen waar ik mee wil eindigen. Ik ga ze dus ook niet allemaal antwoorden. Dit lijkt me nou net iets voor de discussie die aan het eind onder leiding van José van Dijk gevolgd gaan worden. Ik wil eigenlijk de laatste twee, wat zijn de grenzen voor het inzetten van MOOCs versus wat zijn de grenzen voor het inzetten van OER? Dat is nog een vraagstuk. Hè? Hoe gaan MOOCs zich ontwikkelen en wat betekent dat voor de inzetbaarheid? En wat wil je überhaupt als instelling bereiken met open online onderwijs? Daar is MOOC natuurlijk maar één aspect van. Ik zou zeggen, aan de slag. Deze spreuk van Lao Tse. Misschien dat dit seminar zo'n eerste stap kan zijn op die weg van 1000 mijl. Zijn er vragen? Ben ik binnen de tijd gebleven? Geen vraag. José. Ja, omdat niemand iets durft te vragen, stel ik maar een vraag. Ik vroeg me af, Robert, hoe staat de Open Universiteit hierin, jouw werkgever? Voelt die zich op een speciale manier verantwoordelijk voor de ontwikkeling van MOOCs? Speciaal in relatie tot jouw beschrijving van open en wat open precies betekent in de context van andere Nederlandse universiteiten? Ja. Ik ben bang dat ik gras voor fretse voeten ga wegmaaien als ik daarop antwoord. Dus ik wil eigenlijk liever aan Fred overlaten bij zijn presentatie. Ik kan natuurlijk wel iets zeggen. De Open Universiteit heeft ook prestatieafspraken onlangs ingestuurd. Het is met name, als je praat over de taakstelling innovatie van het hoger onderwijs, daar heeft de Open Universiteit natuurlijk ook een taak in. Maar goed, hoe dat precies gaat ingevuld worden, is mij op dit moment nog niet helemaal duidelijk. Maar er zijn wel initiatieven waar wij betrokken zijn, in die zin. Ja. Het was duidelijk, denk ik. Oké, mooi.